Het is een regenachtige middag in juni als onze filmer met zijn auto de drukste kruising van Almelo nadert om linksaf te slaan de Henriette Holstlaan op. Het stoplicht staat op rood, zou een bekende Almeloer dan zeggen. Tot zover niets geks. Deze taxichauffeur heeft echter geen tijd voor die malle fratsen en besluit, terwijl het verkeer van beide kanten de kruising overdendert, dat hij door moet. Is het de druk van de doortikkende meter? Geen idee. Maar wat we wel weten, ineens staat de chauffeur midden op de kruising tussen het verkeer te wachten tot hij erdoor kan. Een bizarre actie, maar goed, hij komt er schadevrij doorheen en vervolgt fluitend zijn weg. Het stoplicht staat nog steeds op rood. En dat hoeft niet eens op groen, want in Almelo is toch altijd wel wat te doen. Ook zo'n bizarre actie gefilmd? Laat het ons weten via rtvoost.nl/oost op het asfalt.